Hi Schorpioen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 46. Dat is van maandag 15 november tot en met zondag 21 november. De kaarten schudt om te kijken wat week 46 voor de Schorpioen gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof deze week voor jou een week is waarin er heel veel wordt gekeken naar innerlijk werk. Je lijkt deze week gewoon echt even wat tijd te hebben voor jezelf om te kijken van wat voel ik nu eigenlijk? Welke kant moet ik nu op? Moet ik misschien gewoon even wat meer tijd voor mezelf nemen? Even wat extra self-care. Je weet heel goed wat je wil en je lijkt het ook helemaal te accepteren dat het er is. Je gaat gewoon helemaal in die flow mee. Het kan namelijk zijn dat er even een klein stukje komt waarbij je dingen wat mag gaan verwerken. En daar ben jij helemaal klaar voor eigenlijk, omdat je heel goed weet waar je nu eigenlijk staat, wat je aan jezelf hebt. En dat lijkt dat stukje eigenlijk wat er dan mag gaan komen, wat je mag gaan verwerken, dat lijkt eigenlijk naadloos opgenomen te worden in het gevoel waar je sowieso deze week al heel erg in zat. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.